Hallo kijkers van Drabbersie90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 2. Vandaag beginnen we allereerst met een brief. So, let's listen to the brief. Mr. Francesco, I have done as requested and spoken with your son. I agree with your assessment, though only in part. Yes, Vieri is brash and prone to act without forethought. And he has a habit of treating the mercenari like playthings. I have received reports of at least 3 men being disfigured as a result. But I do not think him, as you put it, beyond repair. Rather, I believe the solution to be a simple matter. He seeks your approval, your attention. These outbursts of his are a result of insecurities born out of a sense of inadequacy. He speaks of you often and fondly and expresses a desire to be closer to you. So, if he is loud and foul and angry, I believe it is simply because he wants to be noticed. He wants to be loved. Act as you see fit on the information I've given you here. But I must ask that we end this correspondence. Were it to discover the nature of our conversations, I fear what might become of me. Yours in confidence, Fra Giocondo. Oké, dat is leuk. In ieder geval, kijkers, we staan nu terug in deze stad. Maar dat is niet echt de bedoeling, vind ik. Dus we gaan terug naar die andere stad, omdat we daar nog heel veel uitkijkpunten en zo hadden. Trouwens, staat deze shop er nu ook wel? Of zit er nu iemand hier? Oké. Want hier konden we snel reizen. Graag naar Toscane en dan... Nee, graag naar beneden. $4. Deal. No problemo. Maar kijk eens, in deze stad hebben we nog heel veel... uitkijkposten en zo. Die hebben we de vorige keer al een deel gepakt in de missie, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk niet alles kunnen pakken. Dus ja, dat kunnen we nu wel mooi doen. Wat uitkijkpunten pakken. So, let's do this. En er is er eentje hier heel erg in de buurt. En, nou, heel erg in de buurt zou ik je zeggen. Maar, hebben we een paard hier of... Want ik ga echt niet dat hele koninkrijk heen rond redden. Oké, kom op. Paardje, je kan het. We gaan even naar dat uitkijkpost. En daarna gaan we weer naar de volgende uitkijkpost. En daarna weer naar de volgende. En ik moet mijn beruchtheid ook weer gaan verminderen, zie ik. Dus we hebben nog genoeg te doen in deze stad. Bijvoorbeeld... kistjes pakken. Zo. Dat was even een niesbui. In ieder geval, we hebben dus nog genoeg te doen in deze stad. Dat betekent dus niet dat we meteen verder gaan met de zijmissies. Maar dat we eerst die uitkijkpunten gaan pakken. Maar dat vind ik... Dat moet... Ja, dat is belangrijker, vind ik. So, let's do this. And synchronize. Eyes. And jump. Oké, en wat is er verder nog iets unlocked wat ik moet zien? Nou, in de stad zijn heel wat missies te doen, dat zie ik. En ik heb, ja, de stad lijkt ook een beetje op een hart. Maar alles buiten de muren wil ik even zien. Waar gaat dat naartoe? Naar Firenze. Oké. Nou, maar ik ga eerst gewoon even alle uitkijkposten pakken. Tenminste, dat lijkt mij het slimst. En waar is mijn paard gebleven? Oh, daar. Hé, paardje. Nee, paardje, kom op. Hoppakee. Oké. Kijk, als ik 500 meter had moeten lopen, ja, dan duurde het wel even. Maar jongens, we zien wel hoe ver we komen in een kwartier tijd. Want ik wil graag een normale aflevering, zeg maar, een kwartier lang. Maar soms is de aflevering wat korter of langer. Maar een dagelijkse aflevering vind ik kwartiertje wel een mooie tijd. Kijk, als we wekelijkse afleveringen hebben, ja, tuurlijk. Dan gaat die een stuk langer. Kijk maar naar Ark, dat is een half uur. Of kijk maar naar de Minecraft-series. Dat is ook een uur, of een half uur.
Het ligt even aan hoeveel tijd we hebben. Oh, mooi. Maar deze blijft gewoon even een kwartier. En er is hier een glip. Dus ik ga meteen ook even de glip zoeken. En dit is echt een heel groot gebouw, hè. Daarboven is wat. Eerst ga ik deze kist pakken en dan ga ik daar naar boven. Oké, in ieder geval. Hop, geef maar mee. Paardje, als je hier even wil blijven staan, vind ik het heel vriendelijk van je. En... is het hier? Oh, dat is een veer. Ik dacht dat het een glip was. Nee, meer normaal in game. Dat is niet de bedoeling. Je moet gewoon meteen zeggen even waar de glip is. Daar heb ik veel meer aan. Dan dat ik hier helemaal rond moet gaan springen. Hoort dit wel bij dat gebouw? Ja, ik denk eerder eigenlijk dat hij... of op de zijkant of hierachter is. Ik denk niet dat hij daar binnen in het gebouw is. Nou, hij is hier sowieso. Anders zou dat ding het niet aangeven. Laat ik eerst eventjes het uitkijkpostje nemen. En misschien dat hij hierboven is. Oké, nou, opzij. En klim hier maar omhoog. Hop, hop, hop. Hop, misschien dat hij hier is. Of misschien dat hij helemaal bovenaan is. Weet ik veel waar hij is. Oh, daar is hij. Oké. Onbekend programma samengesteld. The web of history traps the good and the evil take what is not theirs. Broers, bestand vrij spelen. Oké. Oh, dat is zo'n ding. Oh, dat kan ik meestal wel. Dat is meestal niet zo moeilijk. Dat is gewoon even goed nadenken. Nee, ik wil graag naar de volgende. Kijk, het is een beetje zien hoe het plaatje verder loopt. Zo, ja. Oh, god. Ik heb zo'n andere arm nodig. Oké, nou, dit eraan vastkoppelen. Oh, god, nee. Wat zit er aan? Zijn vingers. Vingers zitten meestal aan een hand. Oké, en dan... hoppakee. Ik ga dat hele tekst niet voorlezen. Jongens, als jullie willen lezen, lees maar. Oké, volgende. Oké. Nou, draai maar. Oh, dit hoort eraan vast. Oké. Oh, dit hoort er ook aan vast. Oh god, dit duurt wel even voordat het gedraaid is. Oké. Oh, nee. Ja. En dan deze nog. Hier moet ik zijn gezicht even hebben. Hoppakee. En al deze dingen werden in het geheim gedaan. Oké. Ach, op nog één. Oké. Dan doen we er nog eentje. Nee, dat is hem niet. Zou wel heel raar zijn als dat... ja, dat is hem wel. Oké. Even kijken waar het plaatje gaat kloppen. Hier. Oh god, dit duurt weer zo heel lang. Oké, nog eentje. Zo. Ik heb even zijn kledingstuk nodig. Yep. En dan zijn gezicht. En Kain sprak waarschijnlijk: ik ben Mahan, de meester van, van dit grote geheim. Ach, op nog eentje. Oké. Oh, deze is wel een stuk lastiger. Ja, dit hoort eraan vast. Hoe kan ik dit nou ooit eraan vast krijgen? Ik weet niet eens welk stukje eraan vast moet. Oh, wacht even. Nee, dat weet ik wel. Dit moet waarschijnlijk... weet ik veel wat het voor moet voorstellen. Maar het ziet er wel
zo uit. Oké, kom erop. Dan heb ik zijn bovenkant van zijn hoofd nodig. Waar is zijn bovenkant van zijn hoofd? Ja, dat is zeker zijn bovenkant van zijn hoofd. Het is moeilijk, het is niet echt zijn onderkant. Oké, dat komt vanzelf. Als ik hem ga draaien, draaien. Hoppakee. Hierom werd Cain meester Mahan genoemd en hij roemde in zijn goddeloosheid. Oké, dan kan ik dat hele ding weer voorlezen. The mark of Cain. En Satan zeide tegen Cain, zweer mij bij uw keel en indien gij het bekend maakt, zult gij sterven. En al deze dingen werden in het geheim gedaan. En Cain sprak waarlijk, ik ben Mahan, de meester van het grote geheim. Hierom werd Cain meester Mahan genoemd en hij roemde in zijn goddeloosheid. Volgende. Code gevonden. 52931. Bestand toegankelijk. Oké, en dan spelen we dat hele ding af. Nou, ik zie er nog steeds niet veel in, maar laten we nu maar dat viewpoint nemen. Of dat uitkijkpunt. We hebben in ieder geval de clip weer gevonden. Dat betekent volgens mij dat er nog 2 clips hier in dit gebied te vinden zijn, in deze stad. Tenminste, even kijken. Dan klik ik het verkeerde knopje in. Dat is deze. Oké, dan moet ik naar de database. Database. Dan moet ik naar de locaties. Ja. 2 van de 5. En zoveel locaties zijn er nog te vinden. Oké. En hoe gaat het over... Oh, dat was in Firenze. En dan zijn er nog 2 te vinden. Hier zijn er dus nog 3 te vinden. En veel locaties. Oké. Komen we waarschijnlijk wel tegen als we allemaal missies gaan doen. En ik neem ook aan dat er een paar hier in de stad zijn. Maar dat komt dan wel goed. Laten we eerst een aantal viewpoints doen. Ik weet jongens dat we niet alle viewpoints vandaag gedaan krijgen. Dan kunnen we morgen weer verder gaan met de viewpoints. Oké, in ieder geval. Synchronize. Hoe spreek je dat ding ook? Synchronize. En jump. En mijn paard staat mooi. Dat is geweldig. Oké. En de volgende viewpoint. Dat is hier. So let's do it. Ik denk dat we nog 2 viewpoints kunnen pakken. En dan vind ik het ook weer mooi genoeg geweest. Want dan zitten we alweer op de 15 minuten. En anders, als we de viewpoints pakken, ja, dan hebben we voor de volgende keer wel wat te doen. Maar, ja, dan krijgen jullie een veel te lange aflevering. En dat is niet leuk om te kijken. 15 minuten voor een dagelijkse serie is altijd wel leuk om te kijken. In ieder geval, daar is het. Hoppakee, even doorrijden, paardje. En jump van het paardje af. En we gaan hier omhoog. Oh, dat gaat niet. Nou, dan gaan we hier omhoog. Oké, omhoog, 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 omhoog. En we zijn er. En synchronize. En jump. Oké. En ja, ik had gelijk, daar kunnen we nog wel eentje bij pakken. En die ene, die is die, denk ik. Hoe ziet de kaart eruit? Ja, dan hebben we voor de volgende keer meer zijmissies. Dan zijn het meer zijmissies dan viewpoints. Is ook leuk. Oké, in ieder geval. Oké, op weg naar de laatste viewpoint voor vandaag. En die is daar. So, let's go naar daar. Oké. Er zijn wel grote afstanden wat je per paard moet afleggen voor een viewpoint. Maar ik ben ook al lang blij dat de viewpoints ook een groot gebied, te kaart brengen. Want ze zetten het op de kaart, die viewpoints. Dus dan ben ik al lang blij dat ik niet per elk klein stukje dat moet gaan doen. Per elk straatje of per elk blokje. Dus ik ben er al lang bij.
In ieder geval, synchronicize. En jump. En hoppakee. En kijk eens, met dat gezegd te hebben. En met dat gedaan te hebben. Dat is beter. Hebben we nu heel veel minder viewpoints. Nou ja, we hebben natuurlijk hier nog wel één en daar. In ieder geval, de volgende keer gaan we wat zijmissies doen. Maar dat zien jullie de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen, kijk eens random duimpje omhoog. Help je het kanaal mee. Abonneer ook even als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dat was het. Denk ik. Kijk eens, met dat gezegd hebben. Vat er nog maar één te zeggen. Dat is doei!